NTR. It's a new generation telling it the way they feel. A new generation. It's a new generation screaming it loud and clear. A new generation. It's a new generation. They really know what time it is. A new generation. It's a new generation. They hear me when I say. Van mezelf ben ik een gigantische chaot. En als ik zou de rest van mijn leven achter een raam kunnen zitten en naar buiten kunnen staren en dan, oh ja, wat wilde ik ook weer doen? Ik ben nooit echt een goede prater van hier, one-liner of zo, weet ik wat. En al die Amerikanen die lullen gewoon constant. Dus ik krijg nooit de kans om ook maar drie woorden te zeggen in Amerika. Dus nu moet ik opeens dan allemaal gaan praten, maar dan kan ik niet meer praten. Niet dat ik dat ooit heb gekund, maar... Gideon Tazelaar is een jonge saxofonist die ik een jaar of 7 volgens mij voor het eerst heb ontmoet. En die is op zijn 18e afgestudeerd op het conservatorium in Amsterdam, cum laude. Met een 10 als eindcijfer uiteraard. En op het ogenblik is hij aan het studeren in Manhattan in New York bij de Juilliard School of Music. En het is een waanzinnige saxofonist. Als ik Gideon zie, dan moet ik ook denken aan de tijd dat ik in New York zat en dat ik op het conservatorium zat en dat ik zo bezeten was van het studeren van die saxofoon. En dat triggert weer iets in mijn leergierigheid. Dus dan krijg ik ook zin om te studeren en dan krijg ik zin om... mee bezig te houden met de muziek die hij aan het studeren is. Want hij is ook altijd van alles aan het uitzoeken. Of nou Sonny Rollins is, of Lester Young, of John Coltrane. Weet je, hij hoort iets en hij gaat het meteen checken. En meteen uitschrijven en instuderen. Ik ging gewoon op de muziekschool in Hilversum op les. En dan was dit gewoon de standaard methode. Die eerste heb ik dan nog met tegenzin afgemaakt, maar die tweede... En ik volgens mij ziet er ook nog beter uit. En ik ben er niet aan begonnen. Ik ging eigenlijk altijd... zorgde ik ervoor dat iemand anders het voorspeelde, zodat ik dat gewoon kon naspelen. En ik heb eigenlijk ook die eerste jaren eigenlijk alleen maar soort van nep gelezen en liet altijd andere mensen gewoon alleen maar op mijn oren gespeeld. Dat heeft er dan toch ook weer in geresulteerd dat ik wel goede oren heb in blaasblues. Ik hoorde de saxofoon in het muzieklokaal voor het eerst toen ik 5 was en toen ik 7 was, toen ben ik saxofoon gaan spelen. Dit deed ik met tegenzin, deze boeken. In het begin vond ik het wel leuk, maar op een gegeven moment dacht ik, als ik hier met deze oefeningen door moet gaan, dan stop ik met saxofoon spelen.
Want ik was eigenlijk gewoon, wat ik net aan het doen was, was ik altijd gewoon themaatjes aan het leren. En met cd'tjes aan het meespelen en cd'tjes aan het luisteren en gewoon dingetjes aan het uitzoeken. En dan zocht ik gewoon alles op mijn oren uit. Eerste keer dat hij op de kring kwam, de jam sessie die ik al 11 jaar doe op het Leidseplein. Er kwam een jongetje binnen met zijn moeder. En het was midden in de winter en hij had een korte broek aan. En Justin Bieber haar. En die ging toen meespelen en die speelde geen één foute noot. En ik dacht van, jezus, wat is dit voor een knakker. Dus wij zaten allemaal echt te kijken en echt van, nou, dat kan helemaal niet. Hij hoorde alles. Op het moment dat ik naast Gideon op het podium sta, dan krijg ik zo'n schop onder mijn reet. Weet je, dan ga ik naar huis en de volgende dag zit ik allemaal dingen te studeren waarvan ik eigenlijk denk van jeetje, die had ik veel beter kunnen doen gisteren. En zijn generatie en zijn vrienden, die studeerden de hele dag. En dat deed ik ook op die leeftijd. Dat heb ik ook jarenlang gedaan. Er was niks anders in mijn leven behalve de hele dag saxofoon spelen. En dat op een gegeven moment, naarmate je ouder wordt, je meer gigs en meer dingen te organiseren en allerlei shit eromheen. Dan realiseer je in één keer van, oh ja, ik moet wel even goed mijn best doen. En dat is echt een schop onder mijn hol.
leerde eigenlijk best wel snel. En toen ging ik naar het Junior Jazz College. En dat is dus een soort van vooropleiding voor het conservatorium van Amsterdam. Daar ging volgens mij naartoe toen ik 11 was. En toen was Henk Sprenger was toen mijn ensemble docent. Gek! Ik kom weer stukjes. Gek. Gaat goed? Ja, met jou ook? Ja, leuk. Te gek. Ik weet nog dat we een zangeres Bluzet wou zingen. En dat moest natuurlijk een solotje in. En Bluzet is een stuk wat moduleert, wat van de ene toonsoort naar de andere toonsoort gaat. Toen dacht ik al met een jongetje van 11, dat wordt een probleem. Dus ik had eerst gedacht, ik moest maar een piano solo. Maar toen Gide ging een solo spelen, denk ik, nou dan leg ik hem straks wel uit wat je dan moet doen om die toonsoort te volgen. Nou, dat hoefde ik absoluut niet uit te leggen. Want als het akkoord kwam, dan speelde hij in het akkoord of in de harmonie. Toen wist ik al, dat gehoor is zo goed, dat heeft niemand. En toen op een gegeven moment, toen kwam niemand opdagen in de les, behalve ik. En toen dacht ik eigenlijk meteen van, oh, dan kan ik lekker duo met hem spelen. Hij zei ook toen niemand kwam opdagen, zei hij dat hij stiekem had gehoopt dat ook zou gebeuren. Zodat we een keertje konden spelen. Dus heb ik een uur met z'n tweeën gespeeld. En dat zijn we toen blijven doen. Ja. Meestal hier. Ja. Dat is een van de oudste muzikale relaties die ik heb. Er zit wel overeenkomsten. Gideon, dus de middelbare school was je ook niet een. Had je het ook niet vreselijk naar je zin? Nee, zeker niet. Dus hij ging heel gauw al naar het conservatorium toen hij was 14 of 15? 14, ja. Ja. En ik weet dat ik, de middelbare school ging ook niet goed. En dat mijn vader boven kwam en die zei van, waarom ga je niet de muziek in? Die had een brief gekregen van de directeur dat het niet goed ging, maar die had zelf iets. Van, die jongen zit altijd te spelen. En ik had er nooit over nagedacht, maar toen ben ik dus naar het conservatorium gegaan, ja. Dus dat was wel een duidelijke overeenkomst. Ja. Dat is best. Wauw. Ik ben zeker geen goede leerling, sowieso denk ik. En dan al helemaal niet als het niet muziek gerelateerd is. Dus dat ging niet zo lekker op de middelbare school. Ik had een beetje moeite met de hele manier van lesgeven en dat het allemaal vanaf moment 1 wordt verwacht dat je helemaal, dat je alles zelf onder controle hebt en alles kan plannen. Dus dat ging niet zo lekker. En toen ben ik ook op een gegeven moment een paar weken thuis gebleven, niet naar school gegaan. En we waren dus echt op zoek naar andere oplossingen. Toen zeiden mensen van het conservatorium, nou, je bent eigenlijk wel gewoon niveau om de bachelor te doen. Dus dat zou ook kunnen. En sinds het kan onder de wet, was het gewoon, oké, gaat naar het conservatorium. Dus nou, fijn.
Bemin is een groot voorbeeld voor mij, omdat hij waanzinnig speelt. Maar hij is, daarnaast is hij ook nog een ontzettend aardig persoon en ontzettend behulpzaam en een heel wijs persoon. Eén dag gaf hij een workshop in het Junior Jazz College aan het Consortium van Amsterdam. Toen heb ik hem leren kennen en toen heeft hij mij uitgenodigd om, naar de kring te komen, de sociëteitenkring, om daar mee te doen met de jam sessies. En sindsdien ben ik daar altijd heen gegaan. Wat hij laatst vertelde voordat hij naar Amerika ging, en daar had ik me eigenlijk helemaal niet gerealiseerd, is dat hij vertelde heel trots dat hij in al die jaren nog maar 3 keer niet bij de sessie was geweest op de kring. Had ik helemaal niet door. Maar hij was er gewoon elke week en hij speelde altijd. En hij kwam ook met zijn vrienden, kwamen ze gewoon op tijd binnen. En ze zaten als puppies te wachten tot ze mee mochten doen. Maar ja, ik had me helemaal niet gerealiseerd dat ze echt zo ontzettend hun best hadden gedaan al die jaren om daadwerkelijk elke keer bij te zijn. Gideon is nu 20 en die zit in een hele mooie fase in zijn leven in New York, weet je wel. En ik verwacht ook wel dat hij daar echt met opgeladen batterijen van thuis komt, als hij ooit thuis komt. Ik hoop dat hij nooit meer naar huis hoeft, dat hij daar ergens een of andere waanzinnige gig krijgt aangeboden. Ik heb ook wel overwogen om misschien een tijdje naar New York te gaan of zo, net als Gideon. En dat, misschien wil ik dat ook nog wel, maar ik zie me daar niet de rest van mijn leven wonen of zo. Ik zou eigenlijk altijd wel weer terug willen komen naar Amsterdam. Denk ik. Ik was 24 toen ik ging studeren in Amerika. En ik vond dat best wel moeilijk. Want het was destijds was het ook een heel ander landschap. Er was geen internet. En ik had echt geen idee dat die mensen daar allemaal zo goed waren. Dus voor mij was het echt wel even schrikken toen ik daarheen ging.
iedereen probeert daar in de scene te komen en zo. Dus dat is ontzettend competitief. En natuurlijk bestaat er hier in Nederland ook wel competitie, zeker wel. Maar dat is dan toch op een veel onschuldigere... Het is veel onschuldiger. De toekomst is op een bepaalde manier wel... zal op een bepaalde manier misschien wel moeilijk worden, omdat het publiek waar wij normaal gesproken voor spelen... Is een seniorenpubliek. Ja, ik hoop dat er toch ook veel mensen van onze leeftijd en jongere generaties dan ook enthousiast worden of zijn voor jazz. Jazzmuziek om dat te gaan horen. Maar ja, dat is ook aan ons natuurlijk om daar verandering in te brengen. Niet aan denken om weer 20 te zijn. Verschrikkelijk. Maar ik vind het wel mooi om te zien dat jonge muzikanten nog zo heel veel kanten op kunnen. En ik ben al heel benieuwd wat het gaat worden. Welke kansen op gaan, welke beslissingen ze nemen, welke muzikale beslissingen. Een heleboel Amerikaanse muzikanten die hebben echt heel specifieke keuzes gemaakt van dit is de muzikant die ik wil worden. En bij mij is het tot nu toe altijd gewoon gegaan van oh, ik ben aan het spelen, oefenen, oh, ik wil daar beter in worden, oh, ik oefen dat een beetje en optreden is daar. En gewoon omdat toch alles ging een beetje vanzelf. Dan hoef je daar ook niet echt over na te denken. Maar dat is een van de leerzame aspecten van in Amerika zijn. Hij moet muziek schrijven. En dat is, daarmee leer je jezelf en je interesses die beter kennen. Ja, schrijven is heel belangrijk. Dat is eigenlijk het enige wat ik op het ogenblik belangrijk vind voor Gideon om aan te beginnen. Componeren.
NTR. Speciaal voor iedereen.